We hebben een wethouder die bijvoorbeeld ook cultuur en erfgoed in zijn portefeuille heeft. Nou, daar hebben we ook heel erg op ingezet. Nou, zal jou ook niks verbazen, zal niemand verbazen. We hebben natuurlijk altijd moties ingediend om monumenten publiek toegankelijk te maken. Nou, nu staat er bijvoorbeeld in het coalitieakkoord dat het oude raadhuis van Alphen aan de Rijn een culturele bestemming krijgt. Het pand waar we hier staan krijgt 2 ton om op te knappen, om te verbouwen. Om het voor allerlei dingen geschikt te maken. De watertoren heb ik heel erg op ingezet in de campagne. En ik ben ervan om niet dingen alleen maar te roepen in de campagne, maar om het ook voor elkaar te krijgen als je aan de knoppen zit. Nou, dat heb ik op de agenda gezet. En ja, het zou mij een heel lief ding zijn als na 25 jaar verloedering de watertoren nu echt opgeknapt gaat worden. En weer een heel markant punt wordt in Boskoop. En ik denk dat ik daar als geboren Boskoper heel blij mee ben, maar ook als liefhebben van monumenten en van cultuur. Zijn dat de belangrijkste cultuur- en monumenten winstpunten die jij hebt weten te behalen in dit coalitieakkoord? Of die zijn afgesproken met de 3 partijen, laat ik het zo zeggen? Nee, er zijn nog wel meer punten. Ik noem er nu gewoon willekeurig een paar. Ook toevallig omdat we hier staan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook afgesproken dat er een nieuwe cultuurvisie moet komen. In de vorige periode zag je iedere keer dingen oppoppen over cultuur. Bijvoorbeeld als het ging over het kunstwerk op de rotonde bij het Raoul Wallenbergplein. Dan kwam er een hele discussie over, ja, moeten we daar nou geld uit voor gaan geven? We hebben cultuureducatie, daar is meer geld voor gekomen. Maar het zijn allemaal stukjes en beetjes en we missen beleid. We hebben ook heel goed geluisterd naar de instanties en de instellingen die zijn komen praten. Afgelopen zaterdag hebben we speed dating gehad. En dan kwam dat ook naar voren van, komen jullie eens met een visie over cultuur? En die visie was er wel, maar die is alweer behoorlijk gedateerd. Want de maatschappij verandert. En ja, wij hebben hier heel erg ingezet op cultuur. Je kunt het misschien nog wel herinneren met die bordjes van mij. We hebben ook nu wat meer geld. Het gaat beter met de economie. Dus alle reden om ook met wat de cultuur te doen. Bijvoorbeeld evenementen. We hebben er 8 ton erbij. Ja, in totaal 800.000 euro. Ja, in totaal 8 ton, dus 200.000 euro per jaar. Dat was volgens mij 70. Ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan. Ik heb gekeken wat doet een vergelijkbare gemeente als Gouda. Die zaten al lang op 2 ton. Ik weet zelf dat het soebat is voor heel veel instellingen en organisaties en stichtingen die iets willen doen op het gebied van evenementen. En evenementen, dat zet een stad op de kaart. Daardoor blijven jongeren hier. We weten allemaal hoe gezellig het over aanstaande vrijdag hier weer is. Met Parkens, met Koningsdag. Dan vinden we het allemaal leuk dat hier bandjes staan. Maar die moeten wel betaald worden. En ja, ik heb even een gesprek gehad hier met directrice Monica Leuring. En dan schrik je toch wel een beetje van het bedrag. Er moet gewoon geld bij. Want je kunt dat niet allemaal rondkrijgen voor een appel en een ei. En je kunt ook niet constant maar zeggen van, nou, dan moeten we de sponsoren aanspreken. Stond ook laatste stuk in de krant. De sponsoren zijn een beetje sponsormoe. En dat snap ik ook wel een beetje. Afval? Afval, ja. Heel blij dat bijvoorbeeld, nou, er waren eigenlijk ook trouwens snel uit. Diftar is voor ons niet meer aan de orde. Maar wel ophalen van grof vuil. Dan gaan we kijken of we daar toch nog iets mee kunnen doen. Voor mensen die bijvoorbeeld geen auto hebben om dat allemaal naar het afvalstation te brengen. We hebben ook gepraat over nascheiding bijvoorbeeld. Wat doen we met restafval? Dus ja, daar gaat zeker op ingezet worden. En zeker onze wethouder, Leo Maat, die daar natuurlijk ook al gepokt en gemazeld in is, als wethouder ook van Wassenaar en voorheen Leiderdorp, gaan we daar zeker allerlei stappen op maken. En die afvalpas? Een afvalpas, dat weet ik niet precies wat daarmee gaat gebeuren. Dat ligt in de uitvoering en ik denk dat het college nu aan zet is om
om op heel veel punten plannen te gaan maken voor uitvoering. We hebben in ieder geval een akkoord op hoofdlijnen gemaakt van die richting gaan we denken. Ik weet ook dat er 1 miljoen is uitgetrokken voor duurzaamheid. Dus daar kunnen we ook wel wat mee. Maar we hebben ook ingezet op juist kijken hoe we ook geld terug kunnen verdienen. Dus ja, we hebben wat richtingen aangegeven. Maar het college moet natuurlijk ook wat te doen hebben. Maar goed, DIFTAR, dat gaat hem niet worden. DIFTAR betekent betalen voor het weggooien van je afval. Dat had een gevolg moeten kunnen zijn van de afvalpas. Het is nog niet gezegd dat de afvalpas ook gaat verdwijnen. Of dat we dat pasje nodig blijven te hebben om die prullenbakken open te maken. Om bijvoorbeeld afvaltoerisme tegen te gaan. Daar is nog geen beslissing over genomen. Nee, ik heb niet. We hebben het er wel over gehad over DIFTAR. Het heeft geen draagvlak bij de bevolking. Dus ook niet bij de onderhandelaars. Want als je één. Ding, dat vind ik toch ook wel even belangrijk om te vermelden, als een rode draad kan lezen in het coalitieakkoord, dat wij heel erg belangrijk vinden wat de bewoners van onze gemeente vinden. Dat we van buiten naar binnen gaan werken, dat wij die dingen gaan verzinnen en ze gaan opleggen aan de inwoners. En dat we ons niet afvragen als politiek van ja, zitten ze daar wel op te wachten? Nee, we gaan andersom werken. Nou, het is heel duidelijk dat DIFTAR geen draagvlak heeft. Bij de volking, dan moet je er ook niet doorheen gaan drukken.